Welkom bij de Herwaarts Podcast. Wij, Milo en Wessel, praten met onze gasten over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast@herwaarts.nl. Het thema van deze Herwaarts Podcast is: kan technologie kunst maken? Kunst is volgens de meeste definities iets unieks voor mensen. Het is het maken van iets moois, schokkends of betekenisvols, een expressie van iets van binnen. Elke kunstvorm is een middel om iets te communiceren naar andere mensen die het kunnen interpreteren, voelen of beoordelen. Kunst is ook een tijd verbonden geweest met technologie, omdat het scheppen controle over de omgeving vereist. De ontwikkeling van media en cultuur heeft twee technische dimensies, de interne werking en de externe vorming. Studie naar beeldentaal of harmonieleer is de eerste, boekdrukkunst of fotografie de tweede. Toch zijn ze altijd verbonden omdat begrip en verkenning van de grenzen van creativiteit ook ligt in het verleggen van technische mogelijkheden. De vraag of de techniek niet leidend wordt in kunst kan bij elke nieuwe technologische uitvinding opnieuw gesteld worden. Toch is de huidige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie een nieuwe stap. Algoritmes kunnen inmiddels niet alleen reproduceren of de werkelijkheid vastleggen, maar ook nieuwe dingen produceren. Scheppen dus. Wat zijn de verbanden tussen maken, produceren, scheppen en creëren? Kan technologie kunst maken of kunnen alleen mensen kunst maken? Vandaag de gast is Lise Loren, promovendus bij Leiden en Delft. Haar onderzoek gaat over het ethische en morele aspect van 3D-print in de kunstwereld. Bijvoorbeeld bij het reproduceren van kunst door AI of het trainen van AI om werken te maken of kleuren te herstellen waarvan we niet precies weten hoe ze eruit hebben gezien. Welkom! Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Tuurlijk, ja. Oké, en we beginnen vandaag met jou. Ja, dus je mag meteen je object noemen. Ja, mijn eerste object, ja, dat is meteen ook gelieerd aan de universiteit waar ik bij zit. Hij heet Rob Bob, of Bob Rob. En het is eigenlijk een schildercomputer, AI, die op basis van een webcam die in de buurt van de computer staat, de emoties van de mensen die daarbij in de buurt zitten eigenlijk registreert. En op basis daarvan heeft hij 4 kleuren verf voor zich staan. En heeft hij als het ware een mechanische arm met 4 kwasten. En op basis van de informatie die hij van jouw gezichtsuitdrukking en emotie heeft opgenomen, creëert hij dan een nieuw abstract schilderij. Die eigenlijk zou moeten corresponderen aan jouw emotie, of in ieder geval een dergelijkezelfde emotie zou moeten oproepen. En mijn vraag is dus eigenlijk, is deze AI een kunstenaar? En hoe ligt het in de linie van kunsten? Als je kijkt naar het begrip kunst als iets dat emoties zou moeten oproepen en daar gelieerd zou moeten zijn. Dus daarom heb ik dit object gekozen. Mm-hmm. Ik zal dus dan ook nog wel eventjes iets meer uitleg geven over AI, want het is natuurlijk een ontzettend complex onderwerp en er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat werkt. Deze robot is eigenlijk gewoon een klein beginnetje van iets veel groters en iets veel complexers, want dit is echt een project dat in de kinderschoenen staat van de mogelijkheden van wat AI allemaal kan. En AI bestaat überhaupt nog helemaal niet zo lang. Dat begon in 1930 met Alan Turing. Ik weet niet of je zijn naam ooit hebt gehoord. Ja. Die zich eigenlijk afvroeg of computers zo konden denken zoals mensen. En of dat dus te reproduceren is eigenlijk. En daarmee kwam hij met een test, de Turing-test. Waarmee eigenlijk er één iemand is die achter een computer zit. En die stelt een x-aantal vragen aan een mens en aan een computer. Hij weet niet welke van de twee een mens en welke een computer is. En op basis daarvan gaat hij aan het einde eigenlijk uitmaken of deze computer, wie van de twee dus de computer of welke het mens is. En op die manier kun je er langzaam achter komen. Hoe denkt een mens? Hoe snel reageert een mens? Wat zou een mens antwoorden? Hoeveel fouten maakt hij ongeveer? En op zo'n manier train je dan eigenlijk een AI-systeem. Dat is een beetje wat ze ook in Blade Runner doen, toch? Ja, precies, ja. Inderdaad. Ja, en dat was toen Turing het deed nog helemaal niet complex, want het was eigenlijk een soort schaakmachine waar hij naar ging kijken van, goh, kunnen we voorspellen wat voor een stap een mens zou zetten en zou je dan dus kunnen schaken tegen een computer. Maar inmiddels is dat al veel uitgebreider en zijn er ook twee verschillende manieren waarop AI respectievelijk en voornamelijk wordt gebruikt. En eentje is een top-down methode. Waarbij een AI eigenlijk getraind wordt om
zaken te herkennen zonder dat er echt een structuur van de menselijk brein achter zit. En dat klinkt nu een beetje vaag. Maar er wordt eigenlijk met de AI een soort spel gespeeld waarin die een bak aan informatie krijgt en waarop die wordt getraind om zaken te herkennen. Dus ook als jij een wachtwoord invult bij Google en soms vraagt Google aan jou van klik de stoplichten aan om te laten zien dat je een mens bent, zeg maar. Eigenlijk ben je dan dus een AI aan het trainen. Omdat jij die steeds meer, omdat er dus steeds meer foto's worden aangeklikt waarop stoplichten te zien zijn. En dus die AI steeds meer stoplichten gaat herkennen. Ja. Dus stel, ik zou de letter A en de W ergens opschrijven. Dan weet een AI door het hoeveelheid streepjes en hoe groot en dat soort dingen wat een A en een W is. En de andere methode, de bottom-up, die denkt juist andersom. Want daarbij is echt een netwerk gecreëerd. Die lijkt op hoe een menselijk brein zou functioneren. Dus die zou niet zeg maar een A en een W herkennen, maar die zou uit contexten kunnen halen wat die A en die W doen. Hm. Dus die zou als het ware dat veel beter in een soort context kunnen plaatsen en daar omheen kunnen denken. En dan krijg je dus machines en zoals die robot die ik net omschreef, die dan op basis van informatie die wel een beetje herkent, verschillende associaties gaat maken, verschillende lijsten gaat uitzetten om op die manier iets nieuws te kunnen creëren. Dus als het ware is dat de manier van leren die in AI het meeste voorkomen. En deze robot heeft dus als het ware iets uit de realiteit geabsorbeerd. Wat wij ook doen als we een schilderij maken bijvoorbeeld. En daar een nieuwe draai aan gegeven. Dus in hoeverre denken jullie dat dat feitelijk afwijkt van hoe het is als ik een schilderij zou maken? Want dus die Bob Ross, die heeft dus zo'n bottom-up benadering. Dus die is getraind in herkennen van veel dingen. Precies. Zoals dus emoties in een gezicht. Ja. En ook, maar die is dus niet verteld, bij die emotie kies je die kleur. Nee, dat niet per se inderdaad. Maar die heeft gewoon een hele bak aan informatie en algoritme gekregen. Van goh, meestal wordt bijvoorbeeld bij die combinatie kleuren die emotie wel dus zeg maar geassocieerd. Mm-hmm. Maar omdat er zoveel variabelen zijn waarmee die robot rekening moet houden, krijg je toch altijd als het ware wel een spontane kunstwerk en beleving van die emotie. Ja, het zou natuurlijk het woord spontaan gebruikt. maar er zit dus iets van willekeur in ofzo. Omdat je het niet kunt terugleiden van oh, als ik er nu naar kijk, oh, dan weet ik dat hij deze stap heeft gemaakt. Want er zijn te veel factoren om dat. Technisch gezien kan dat natuurlijk wel, want het is een code. Mm. En die rolt ook daarnaast, zeg maar. Dus dat zou je kunnen zien van, goh, hij pakt nu blauw. Maar het hele denkproces van die robot, waarom hij blauw pakt, ja, dat zou je technisch gezien wel kunnen terugleiden. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk een x-aantal punten waar die robot op gefocust is en waarop die geprogrammeerd is. Bijvoorbeeld mondhoeken of iets dergelijks. Ja. Dus daaraan zou je wel een x-aantal conclusies kunnen trekken van, goh, ja, maar ja, ieders gezicht en houding is zo toch nog wel anders. Dat het echt heel veel variabelen zijn waarmee rekening wordt gehouden. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk kun je het wel terugleiden. Maar ja, dat is net zoals aan jou vragen van, goh, jij tekent een zonnetje. Waarom teken jij die met een gezichtje en is die een beetje oranje? Ja, dan kan ik ook allemaal gaan terugleiden naar jouw cultuur zeg maar waar je vandaan komt en hoe je bent opgevoed. Maar het is dan gewoon onbegonnen werk op een gegeven moment. Mm. En is het, zeg maar, is het zo dat, dat hij, als hij verschillende mensen ziet die bijvoorbeeld verdrietig zijn, dat er dan eenzelfde soort schilderij uitkomt? Of? Ja, in zekere hoogte wel. Dat is dan natuurlijk wel weer zo, want het is niet zo geavanceerd dat het echt. Kijk, het zijn wel allemaal unieke schilderijtjes die eruit komen. Maar, dat is wel belangrijk, denk ik, als we het kunst willen noemen dan. Ja. Nou ja, maar ja, is iets unieks, is dat per se kunst? Nee, maar het is wel als hij bij iedereen die een beetje ongelukkig kijkt hetzelfde schilderij maakt, dan voelt het toch minder als een unieke, spontane creatie. En het is grappig, want in een bepaalde context. Ik ben heel erg aan het letten op de woorden die ik gebruik, merk ik. Maar als ik zeg, het voelt heel erg als een spontaan en unieke creatie, dan zitten daar al zoveel woorden in die we eigenlijk moeten onderzoeken. Want dat zit dan blijkbaar. Ik weet wel dat als je mensen vraagt van over Andy Warhol bijvoorbeeld, of van die de stijlschilderijen, dan zijn mensen heel vaak van, ja, dat kan ik ook, of dat is toch gewoon een plaatje van iets wat al bestaat, waarom is dat kunst? Ja. Dat is natuurlijk gewoon een soort onderbuikgevoel wat mensen dan hebben van, ja, maar het is niet
knap gemaakt. En het is ook niet iets bijzonders. Want het is gewoon iets wat al bestaat, maar dan anders of zo. Dus daar zitten heel veel aannames onder. Maar in ieder geval, als je een robot schilderijen laat maken. Dat laat maken is ook alweer zo'n woord. Als een robot schilderijen maakt en ze lijken allemaal op elkaar. Dan denk je misschien eerder van ja, maar hij doet gewoon een trucje. Terwijl als er steeds iets nieuws uitkomt of iets anders. Dan komt het over op het publiek of de mensen. Alsof daar een iets scheppends in zit of iets creatiefs. Want het is vernieuwend of zo. Ik zou zeggen, zeg maar. Want hij kijkt dus naar het gezicht van een mens. En aan de hand van de uittekening en de emoties die dat gezicht toont, maakt hij een schilderij. En het is natuurlijk. Dat is dus een reactie op een bepaalde emotie. En bijvoorbeeld de reactie op de emotie verdrietig kan je op heel veel manieren hebben. Dus bijvoorbeeld de ene mens heeft dan juist iets opvrolijkens nodig. En de ander die wil juist een extra verdrietige schilderij of zo. Maar als ze allemaal op elkaar lijken, dan. Ja, dan zou je eigenlijk emoties ook over eenzelfde kam scheren, zeg maar. Ja, alsof verdrietig altijd op zijn minst hetzelfde soort kern heeft of zo. Wat het natuurlijk, zeg maar, doet. Het is altijd verdrietig, maar het. Dat voelt wel iedereen anders, natuurlijk. We onderzoeken in de emotieserie. Leuk, zit een linkje daarheen. Je krijgt natuurlijk, zeg maar, als je de vraag stelt, kan technologie kunst maken, dan moet je bijna altijd alweer meteen vragen, wat is dan kunst? En in jouw object heb je dus gesteld van kunst is een bepaalde reactie op een emotie? Want ik werk in mijn onderzoek heel veel met reproducties en dat is toch altijd kil en koud en dat is niet authentiek, want er zit geen gevoel bij en dan denk ik, nou ja, waarom niet, weet je? En vaak is, wat je vaak hoort is, waarom vind je, want sommige kunstwerken zijn gewoon ook helemaal niet mooi. Kunst is niet per se esthetisch, want er is een blik bakje poep zoals Piero Manzoni dat tentoonstelt, dat is niet per definitie mooi, maar het is die bepaalde context en een bepaalde gedachte en een bepaalde sfeer die emotie bij de kijker oproept vaak, dat als kunst wordt gezien. En het grappige hieraan vind ik dat deze robot dus technisch gezien niet alleen iets produceert of reproduceert, zeg maar dus wel daadwerkelijk de emotie van de kijker erbij betrekt, maar dan wel zonder de emotie van een kunstenaar, want dat voegt die AI weer niet toe. En ik denk dat daar wel de grens ligt met kan een machine kunst maken? Want een groot deel van een kunstwerk is toch wel dat een kunstenaar daartussen zit en zeg maar de samenleving interpreteert en in zijn eigen hoofd dat daar een parallel aantrekt met wat de kijker daarbij zou voelen. Zeg maar. Ja, het is ook, zeg maar. Het is inderdaad enerzijds een kunstenaar die een bepaalde interpretatie maakt. Maar het is ook anderzijds het affect wat het heeft op de kijker van het afgeschilderij. Dus als het schilderij wat Bob Rob maakt, als dat een reactie oproept bij degene die het schilderij ziet. Dus dat kan een emotie zijn, maar het kan ook een bepaalde handeling zijn, daarom heet het affect. Dat is ook nog een vraag. We hebben mensen die, zeg maar, schilderijen gezien op een, zonder erbij te weten dat het van een robot is of zo? Nee, want ze moesten wel echt letterlijk voor die webcam staan. Want ik kan me voorstellen, zeker als je het gewoon zou inlijsten en je zou het ergens ophangen, wat Bob Rob bij zou zetten, maar niet per se dat het dan om een algoritme gaat die dat heeft gedaan. Ja. Dat een hele andere reactie weer oproept, toch door die menselijke intervisie. Maar ja, aan de andere kant kun je ook bedenken, die code die is ook gemaakt door een mens. Dus is dat per se dat menselijke aspect dat zo heel belangrijk is? En dat van de kunstenaar dan? Ik weet het niet. Nou, ik zat te denken, omdat jij zei, ik kan bij jou ook uitleggen waarom je een zonnetje op deze manier tekent. Wat voor mij misschien wel een belangrijk onderscheid is dat je bij de code, als je het precies kunt herleiden, dan zit er dus een bepaalde voorspelbaarheid in. Mm-hmm. Ook al is het zo complex dat het bijna niet te doen is om het na te gaan. Terwijl als er iets in zit wat onvoorspelbaar is, namelijk
ja, er zit wel, ik kan wel tot op zekere hoogte jou analyseren en je cultuur erbij betrekken en alles. Maar je weet het uiteindelijk nog steeds niet. Ik kan jou iets geven om te tekenen en het kan links of rechts vallen of zo. Dan zit er een bepaald soort, maar goed, in code kan je natuurlijk ook iets willekeurigs invoeren. Mm-hmm. Mijn favoriete willekeurige website, random.org, gebruik ik in de les heel vaak. Dan baseren ze het op, niet op algoritmes in de eerste plaats, maar op atmosferische ruis. Super vet. Want anders is het dus niet echt willekeurig, zeggen ze. Algoritmes zijn nooit echt willekeurig. Maar goed. Maar in ieder geval, als daar dus een soort willekeur in zit, want je weet nog niet precies wat een mens doet. Tenminste, dan, ik wil niet de hele discussie over vrije wil en determinisme opzetten, maar ik zou zeggen dat daartussen zit, zeg maar, gewoon praktisch, dat je, omdat je niet alles weet, kan je niet precies voorspellen wat eruit komt. Mm-hmm. En daar zit zowel feilbaarheid in, als een bepaald soort quirkiness of zo, dat je er gewoon geen grip op hebt. Mm-hmm. En een complexiteit. En die drie samen noemen we dan maar even de persoonlijkheid van de kunstenaar of zo. Ja, ja. Want je weet het niet. Mm-hmm. En dat maakt het niet betere kunst of zo, maar dan is het dus een soort van ongrijpbaar. En dan gaat het weg van reproductie of het uitvoeren van een reeks commando's. Ja, zou ik zeggen. Je zou in principe van de kunstenaar, je kan eenzelfde soort mens nemen met dezelfde omgeving en opgroeiing. Opvoeding, cultuur, alles. En toch zou die andere kunst maken. Als je een kopie van Rob maakt, maakt hij dan ook dezelfde soort kunst? Dat is dan de vraag. Misschien. Ja, nee, nu niet in ieder geval. Nee. Want ja, kijk, en dan blijft toch altijd het verschil, is dat die computer, die is helemaal inderdaad geprogrammeerd. Mm-hmm. En inderdaad wat jij zegt, als je mij neer had gezet op precies dezelfde dag dat ik geboren ben en weet ik het wat allemaal. Er zijn zoveel factoren die mij hebben gevormd tot wie ik ben en tot wat ik doe, zeg maar. Dat als ik een kunstwerk maak, inderdaad, dat gewoon niet herleiden is. En met die AI is dat toch, het houdt op en het moet in te perken zijn, want het is een exacte code. Ja, dus dan wordt de vraag, zeg maar, in hoeverre moet je dat nodig hebben, zeg maar, om een kunst te kunnen maken? Het is natuurlijk eigenlijk een soort van romantisering van wat we kunst vinden. Want er kan iets moois uiteraard, of iets schokkends uitkomen. Dus dat als je het puur neemt als het heeft een effect op mensen, of een affect op mensen, dan is het sowieso kunst. Mm-hmm. Maar we zitten nu echt te zoeken naar de generatie van kunst, of de schepping van kunst. Nee, je gaat uiteindelijk, komt de vraag neer op van wat is kunst dan? Ja. En ook vooral de vraag wat is creativiteit, zeg maar. Want dat vinden wij allemaal heel erg menselijk. Iets, want er zijn genoeg testen met olifanten die dan een schilderij gaan maken en zo. En is dat dan creativiteit? Ja, we kunnen dat niet echt bevatten. En creativiteit is ook iets wat we niet echt kunnen bevatten. Maar ja, ik vind het wel grappig dat op deze manier een soort van AI dat dan toch geprobeerd wordt. En naar mijn mening best wel succesvol ook. Ja. Nou ja, wat het natuurlijk wel doet, is dat het ons laat nadenken over inderdaad wat kunst is. En op zich is dat, nadenken over wat kunst is, een reactie die je kan hebben op kunst. Ja, ik zat ook nog denken aan een ander ding, want ik heb een keer ergens gelezen dat Facebook toegaf dat de algoritmes die ze steeds op de volgende algoritmes plaatsen, zeg maar, vooral bij veiligheidsdingen, dat ze het zelf ook al niet meer begrijpen hoe het komt, wat er dan uiteindelijk uitkomt. Omdat ze er, zeg maar, gewoon dingen opleggen steeds. Ja, maar dan kom je ook op een soort niveau dat het dus bijna persoonlijkheid krijgt. Dat je denkt van, oh ja, we kunnen er wel dingen aan toevoegen. Net zoals je mensen, je kunt ze wel sturen, maar precies wat je krijgt, dat weet je niet. Ofzo. Ja, precies wat jij zei met dat hele mysterie en dat mysterieuze stukje van, ik kan niet bevatten hoe jij precies bent, ik kan het een beetje voorspellen. Dat is dan in dit geval dus ook zo. Ja. Dus wordt een machine dan inderdaad een soort persoonlijkheid. Ja. Die is wel geschept ook door een mens. We zijn ook allemaal geschept door een mens. Ja. Dat zijn we dan niet gelijk, Interessant. Ja. Dan kom je op Blade Runner. Ja, precies. Ja. Zullen we door naar jouw dingen? Wat sluit aan op persoonlijkheid en mysterie binnen de AI? En ik ga het dus niet hebben over Blade Runner. Maar ik ga het hebben over Altered Carbon. Dat is een serie. Het is ook een boek, maar dat heb ik niet gelezen. Dus het is een serie waarin de mensen een
een DSF hebben ontwikkeld waarin je je eigen geest, je mind kan bewaren. En in theorie kunnen mensen daar dus eeuwig leven, omdat ze dan een nieuw lichaam kunnen kopen waarin ze de DSF, de Digital Human Freight, kunnen inserten. En dan, nou ja, dan, dus sowieso is deze serie heel interessant als je wil hebben over het verschil tussen geest en lichaam en wat je mens maakt. Maar ik wil het eigenlijk hebben over een AI in deze serie. En hij heet Po. En de AI is een hotel en ook de hotel-eigenaar. Dus hij is zowel het hotel zelf als de soort van hologram persoon die zich ook gesteld heeft naar Edgar Allan Poe. En ik wilde het erover hebben, omdat ik was heel erg in een doolhof aan het raken. Nou, eigenlijk wat we net ook een beetje hebben van, als je de vraag stelt, kan technologie kunst maken? Dan kom je al meteen op vragen als, wat is kunst? Wanneer, ja, wie bepaalt wat kunst is? En ik vroeg me af, als je de vraag stelt, kan technologie kunst maken? Dan heb je ook ergens de vraag, kan technologie kunst waarderen of begrijpen? En is dat noodzakelijk voor het kunnen maken van kunst? Dus voor Bob Rob denk ik niet dat hij begrijpt wat hij doet. Nee, niet echt. En ik dacht van, want de AI in Altered Carbon heeft dus zelf gekozen om zichzelf te stijlen naar Edgar Allan Poe. Dus het hotel is ook helemaal in stijl. Het hotel heet de Raven. Hij ziet eruit als Poe. Hij vertelt of hij citeert soms Poe. Of hij maakt juist nieuwe zinnen van stukjes van werken van Edgar Allan Poe. En het is een soort van fandom. Dus blijkbaar heeft hij een bepaalde connectie met het personage Edgar Allan Poe en de gedichten die hij heeft gemaakt. Dus mijn vraag dus was dus van, is Poe de AI? Snapt hij de kunst van Edgar Allan Poe? Of is dit een soort van reproductie wat hij eigenlijk niet begrijpt? Want hij praat dus heel vaak in het vocabulaire van Edgar Allan Poe, maar hij maakt er soms wel eigen zinnen van. Maar soms ook niet. Dus bijvoorbeeld aan het eind van seizoen 1, dan gaat hij dood. tussen haakjes. Dan zijn moordenaar zegt dan, you're a dead machine walking. Dat is heel grappig. Maar dan kiest hij ervoor om op dat moment een stuk uit het gedicht van Annabel Lee van Edgar Allan Poe te citeren. Dus op het moment dat hij doodgaat. En dat is natuurlijk aan de ene kant een bewuste keuze om dat dan te citeren. Maar aan de andere kant is het een daadwerkelijke reproductie van een gedicht. Mm-hmm. Dus snapt hij, zeg maar, ja. En het is natuurlijk ook een van de vragen die worden gesteld in, vooral in seizoen 1, van, is Poe nou een mens of niet? Want veel andere AI's die hotels hebben of andere establishments binnen die wereld, die zijn eigenlijk van de mensen afgestapt en die vinden mensen maar rare, stomme dingen. En ze zeggen ook tegen hem van, waarom doe je alsof je een van hen bent? Ze zijn een lesser life form. En Poe zegt juist, ja, maar ik vind de mens fascinerend, want ze hebben ons het leven gegeven en de studie van de mensheid is mijn doel. En een van de laatste dingen die worden gezegd in het seizoen is, dan zegt degene waar die, hij heeft, is dan een mens en daar heeft hij een soort van attachment mee gekregen, dus een bepaalde relatie, wat natuurlijk sowieso interessant is. En dan zegt hij als een soort van afscheid van, whatever it means to be human, you are. Dus hij wil ook heel graag een mens zijn, maar betekent dat, zeg maar, dat hij ook, ik vond het heel moeilijk om dat te bepalen. En bijvoorbeeld in seizoen 2 komt er een nieuwe AI waar je een soort van liefdesrelatie mee krijgt. Of in ieder geval een bepaalde sterke band. En zijn aan het eind van dat seizoen noemt zij zichzelf ook weer Annabel Lee. Dus
dat geeft een bepaalde connectie aan die zij kiest te hebben met Po. Maar daarin zeggen ze bijvoorbeeld een aantal keer... op een gegeven moment dan denken ze dat de hoofdpersoon van Altered Carbon dat die dood is. En dan drinken ze samen whisky. Dus twee AI's drinken whisky. En dan zegt Po, this was the method Mr. Kovacs, dat is de hoofdpersoon, used when processing grief. Dus ze proberen iets na te bootsen. Van, dit is dus blijkbaar wat je gebruikt als je verdriet voelt. Maar dat is dus niet iets wat ze zelf... Ze doen het na of zo. En op een later moment dan heeft Dick iets naars meegemaakt. Wat dus ook alweer interessant is. Hoe kan iets naar zijn voor een AI? Ja. En dan maakt Po voor haar kippensoep. Iets wat een AI niet nodig heeft. En dan zegt hij... Ja, this is a gesture of care humans exchange. Dus ze spelen een soort van mens. En dat heb ik ook met wat hij zegt. Want hij praat dus in de zinnen van Po. Maar begrijpt hij nou echt... Zeg maar... Of is dit gewoon een soort van mimicking? En ik kwam er niet helemaal uit. Uiteraard. Ja. Maar wat ik wel interessant is, want hij heeft er zelf voor gekozen om zich naar Po te vormen. Hij had ook iets anders kunnen kiezen. Hij had zelfs niet een menselijke vorm kunnen aannemen. Dat heeft hij zelf gedaan of zo. Maar aan de andere kant zijn hotels, AI-hotels, hardwired to want guests. Dus ze moeten een menselijke gast hebben. En dat is ook wat ze willen. Maar ook aan de andere kant. Hij heeft er dus voor gekozen. om dat de studie van menselijkheid. Of wat het is om mens te zijn. Dat zijn ding is. En dat is natuurlijk. Past heel goed bij Edgar Allan Poe. Die heel erg naar. Wat is leven? Wat is dood? Dat soort vragen. En. Wat ik ook laatst had te denken van de studie van menselijkheid, van wat is het om mens te zijn, is ook een grote vraag binnen de kunst zelf. Dus eigenlijk het feit dat hij die vraag kiest en het feit dat hij kiest voor het personage van Po. Ja, het zijn wel vragen die spelen ook in de kunst. Maar goed, ik kwam er dus uiteindelijk niet helemaal uit. Nou, ik vind het wel interessant, want met dat laatste bruggetje, ik zat de hele tijd te denken, naspelen, mensen spelen ook mensen na. Je wordt geboren als mens. Je doet van, oh, dat doen mijn vader en moeder, dat doen mensen. Ik bedoel, ik heb nog steeds geen idee natuurlijk. Jullie misschien wel, maar de meeste volwassenen die doen ook maar alsof ze volwassen zijn, zeg maar. Dus het is dat naspelen van wat we allemaal denken dat blijkbaar het is om mens te zijn. Dat is eigenlijk heel herkenbaar. Ja. En het is grappig dat je, als je een AI hebt die genoeg vermogen heeft om hetzelfde resultaat te krijgen. Dus die kan gewoon door een ruimte lopen en zeggen, laten we whisky drinken, want dat we zijn mensen nou eenmaal, ja. Dan kom je uit, maar als het puur gaat om het performatieve, dus het menselijk handelen, dan zijn ze er. Ja. Dus tenzij er ergens een soort onderliggend iets gaan zitten, nee, maar je bent alleen een mens als je menselijk doet omdat je een mens bent, maar dan krijg je natuurlijk een soort cirkelredenering. Maar als het alleen gaat om het menselijk doen, dan is die AI natuurlijk gewoon menselijk. En dan kan je daar de volgende stap aan vastmaken. Heel veel mensen begrijpen Edgar Allan Poe natuurlijk ook niet. Die lezen een gedicht en die denken dan, ja, dat zal wel. Of die denken een gedicht en oh, dat gaat hier over. En juist dat meningsverschil mag ook natuurlijk. Je kunt het niet echt fout hebben. Je kunt het alleen anders interpreteren dan verder iedereen doet. Ja. Ja, en wat ik ook, want hij gebruikt dus wel citaten van Edgar Allan Poe, maar hij maakt er ook iets nieuws van. Dus eigenlijk is hij aan het spelen met gedichten. Dus hij is het aan het spelen met taal. Dus hij maakt zelf een soort van... Eigen connecties met informatie. Ja, eigen gedichten. Ja. Een van de personages zegt ook op een gegeven moment, you have a way with words, Mr. Poe. wat natuurlijk voor de kijker een referentie is naar het feit dat Edgar Allan Poe een echte dichter was. Ja. Maar het is ook iets wat wordt gezegd naar het personage, de AI Poe. Ja. Dus het ligt heel complex. En ze spelen natuurlijk heel erg ook met het feit dat hij misschien wel
het meer verdient om een mens te zijn dan sommige echte mensen. Want de wereld van Altered Carbon is echt een verschrikkelijke puinzooi. Met alleen maar geweld en seks en mensen die elkaar misbruiken en alles. Niet heel leuk. Seks op zich is natuurlijk niet een probleem. Nee, nou ja, in die wereld wel. Oké, okay. Ja. Ik ga niet over oordelen. Ja, en het, omdat ze dus lichamen als... een soort van wegwerpartikelen. Ja, bijna. Ja, het is, heet ook sleeves en niet lichamen. Dus, dus iedereen wordt om de haverklap gedood en van alles. Dus, want dat maakt niet uit, want dan neem je toch een nieuw lichaam. Maar dat is wel interessant, want dat lijkt me nou juist iets wat bij menselijkheid heel belangrijk is. Dat je een menselijke huls, zou je kunnen zeggen. Want dan gaat het dus alleen om je innerlijk. Maar volgens mij is mens zijn natuurlijk ook juist dat je een lijf hebt. Ja, nee, daarom zei ik van, dit is ook een mooi object voor de discussie. Wat is de connectie tussen geest en lichaam? Ja, precies. Want bijvoorbeeld Poe en ook de andere AI hebben een menselijke vorm. Mm-hmm. Tenminste, dat kunnen ze aannemen. Ze kunnen ook... Maar jij hologram? Of ook echt in een fysiek materiaal, zeg maar? Volgens mij... Ze kunnen wel ook aangeraakt worden, geloof ik. Ja. Ik vond het heel moeilijk, want het hotel is dus ook hem. Ja, okay, ja, dus je kunt dus, zeg maar dus fiziek in jezelf dan rondlopen als ja, het ware. Ja. En wat nog veel gekker is, dat aan het eind van seizoen 2 bewaart hij een volledige kopie van de DHF, dus van de geest van een van de personages. Dus hij heeft een volledig mens in zijn computerprogramma. Oké, okay, ja. Want dat vroeg ik me dan ook af, zeg maar. Waar is dat AI-brein, zeg maar? Want dat moet een soort chip of een computer zijn. Ja, hij heeft een... In wiens handen is die? In die van een mens, uiteindelijk. Dus in het begin zit het wel in een fysiek gebouw, namelijk het hotel. Zit er een soort van zender of transmitter of zo. En aan het eind van seizoen 1 gaat hij dus dood. Een soort semi. En dan wordt hij opnieuw geüpload in een soort van draagbaar... het ziet eruit als een ketting. Wat de hoofdpersoon bij zich draagt. Dus ja, het zit wel ergens in een... Maar het is een soort heel complexe wereld. En aan de ene kant... doen ze van alles, die AI's en polen ze ook, dat je denkt van nee, het is gewoon een mens, maar aan de andere kant, of hij doet menselijk en hij begrijpt dit. Op een gegeven moment gaat die andere AI ook het werk van Edgar Allan Poe lezen en dan is van oh, ik begrijp het nu meer of zo, het is wel moeilijk. Oh, dus maar, ze zijn wel nog zelflerend, nog steeds. Ja. Zeg maar. Maar aan de andere kant dacht ik van, ik bedoel, die hele serie is natuurlijk bedacht door een mens. Dus het feit dat de AI doet, dan kom je daar weer, hè? Ja, wat hij doet en het feit dat ik erin lees dat hij menselijk is, is natuurlijk ten eerste iets waar de makers van de serie mee spelen. Maar ten tweede is het ook heel menselijk om menselijke eigenschappen toe te dichten aan iets wat geen mens is. Ja, associaties mee te hebben en dat... Ja. Dat wil je ook of zo. Ja, je krijgt empathie voor je. Ja, Poe is ook een van de meest favoriete personages uit deze serie. En heel veel mensen willen dus ook van, oh, Poe is dat zo'n, zeg maar, je wil dat hij menselijk is of zo. Mm-hmm. Maar dat is interessant als we het hebben over kunst, want jij had het over, zeg maar, als we het hebben over een soort, het overbruggen van, er is een kunstwerk in het midden, nou dat kunnen robots of AI's kunnen dat maken. Maar dan, het publiek moet er wel door geraakt worden, alsof er een soort intentie in zit. Maar eigenlijk hoeft dat dus niet. Want mensen willen dat gewoon. Mensen lezen het er toch wel in. Mm. Als het maar gewoon ingewikkeld genoeg is, het systeem waar het uitkomt, dan kun je het iets toedichten. Ik bedoel, hoe vaak praat je niet over je printer alsof het een persoon is. Ja, zelfs ook soort dingen. Dus je vermenselijkt het eigenlijk al genoeg. Ja. Het is maar als er een afdrukfout is in je printer en er komt een blaadje uit en dat had iets moeten zijn, maar het is iets totaal anders geworden, dan kan je daar een soort van kunst aan toeschrijven. Dus oh, wat heeft die nou gedaan? Het is best wel mooi eigenlijk. Ja, zeker, maar dat is ook gewoon in oude kunst, is dat bijvoorbeeld ook als je een print hebt en dat komt van dezelfde plaat af en eentje heeft net eventjes een krasje meer, ja. Dan wordt dat weer een uniek werk waar je weer van alles aan kan toehangen en dat
besef, dat komt ook steeds meer in de kunsten, zeg maar. Mm-hmm. Helemaal via een nieuwe ANT-theorie is dat dan, dat in de jaren 80 dan is gekomen, de Agency Network Theory. Dat je lacht erbij. Ja, ik ken het wel mooi hoe je dat zo even zo. Ja, ja, ik dacht ik toch maar eventjes wetenschap toepassen. Ja, goed ook. Dat, want wij zijn ook nu, zeker in de westerse wereld met kunst, heel erg dus, om weer terug te komen op dat lichaam en dat materiële, heel erg op het bestaat in de echte wereld en het is van vlees en bloed en van materialen. Maar wat Ant eigenlijk zegt is dat niet een materiaal zelf spreekt, of die AI dus in dit geval zelf spreekt. Dus dat die jou, zeg maar, die betekenis oplegt, maar dat dat juist van jou als mens uit geprojecteerd wordt op dat object zelf. Want deze tafel zegt niet tegen mij, ik vind jou ik ben mooi. Dat vind ik zelf, bijvoorbeeld, ja, zeg maar. Dus in die zin zou je dat dan ook dus bij een AI kunnen hebben, zo'n associatie. En dan dus ook bij kunst gegenereerd door een AI. Ja. We projecteren het toch zelf wel. En als we er dan achter komen, het is een robot of het is het niet, die het heeft gemaakt, dan projecteer jij daar zelf weer op van, goh, dat vind ik iets of dat vind ik niets. En ik denk dat naarmate de cultuur verschuift en wij op een gegeven moment zoiets hebben van, ja, nou, weet je, dat is wel menselijk genoeg en dat telt wel. Dat is eigenlijk wat je ook ziet in Westworld. Ik weet niet of je die serie hebt gezien. Ja, ja. Maar ook op een gegeven moment die robots zo'n menselijke vormen en traits aannemen, dat mensen daar ook echt een relatie toe voelen en een soort connectie. Ik denk dat dat door AI en naarmate dat beter wordt, dat steeds meer vertroebelt. En dat het op een gegeven moment echt best wel zo kan zijn. Ik denk niet dat als wij nog leven dat gaat gebeuren. Dat duurt echt nog wel eeuwen, denk ik. Maar dat die grens op zich best wel opschuift van wat nou menselijk is en wat is nou computer. Ja. Want in Her, die film, zit ook een mooi voorbeeld hiervan. Dat die AI wordt zo snel slimmer en complexer. Dat daar een soort schokgolf door de maatschappij gaat. Omdat alle mensen hun eigen operating system hebben van een computer. Maar die hebben allemaal persoonlijkheid meegekregen. En die leren dus inderdaad. En zeg maar, de film... is dat dan een... nee, want daar geloof ik niet in. Het verklappen van einde. Er komt nu een einde. Maar uiteindelijk vertrekken al die AI's. Omdat ze zo slim zijn geworden dat ze gewoon allerlei relaties al met honderden andere AI's tegelijkertijd hebben en zo. En dan gaan ze naar een ander planeet. Ja. maar daarin zit in ieder geval heel erg duidelijk dat idee dat de affectie die mensen voelen, de verbintenis die mensen voelen met een AI, die zit ergens in jezelf, die projecteer je erop. Maar die kan prima werken. Het is niet zo dat daar iets fout zit of dat het onmenselijk is of zo. Het is juist, als er maar genoeg respons komt, dan maak je er iets van. En ja, wat is dan, dat is niet een slechte verbinding die je dan hebt, nee, of zo. Ja, het is ook maar naarmate hoeveel mensen er over stag gaan met jou, ja, dat iets werkelijkheid wordt. Want dat is zeker nu met kunst ook zo, dat omdat kunst niet meer wordt gemaakt, weet je wel, met een religieuze doel of iets hogers, of omdat een functie heeft, maar omdat een bepaalde grote groep bepaalt van, weet ik veel, Hearst is wel een goede kunstenaar en dat is geen kunst. Ja. Als je maar genoeg mensen ervan overtuigt dat iets is, zo is zoals het is, dan is het zo. Dus in feite, ja, denk ik dat deze grens op zich ook wel op die manier dan, inderdaad, als iets zo complex wordt, dat het niet meer te bevatten is. En je krijgt maar genoeg mensen mee die daar ook van overtuigd zijn van, ja, dit is echt daadwerkelijk wel menselijk. Dat je daar inderdaad wel terecht komt. Ja. Het is ook wel mooi in de serie dat op een gegeven moment, aan het begin hebben ze dus een hotel- en gastconnectie. Dus dan kan je zeggen dat alles wat Po doet is omdat hij zijn gast wil houden. En wil voorzien van alles wat die gast wil. Maar op een gegeven moment dan zegt de gast, dus dat is de hoofdpersoon, van je bent niet meer in dienst bij mij. Ga weg, je bent ontheven van je taak. Maar ten eerste blijft Po dus nog hem helpen. Dus uit een soort van moreel besef affectie voor de hoofdpersoon blijft hij nog helpen. Dus dat is ook een soort van menselijke eigenschap. En aan de andere kant blijft de hoofdpersoon nog steeds ook emotioneel geïnvesteerd in Po. Dus die heeft daar ook inderdaad iets aan betekenis in gelegd. Dat Po een soort van vriend van hem wordt. Mm-hmm. Dus daar heb je ook weer dat het ontstijgt of zo. Ja, het is interessant, want dan, zeg maar, je kunt natuurlijk een aantal barrières opwerpen waarom het geen kunst kan zijn. Maar het gaat dus niet per se om het begrip. Want
als je kijkt naar wat er uitkomt, dan kunnen mensen het daar vanzelf in zien. Die kunnen er de kunst van maken, zeg maar. Mm-hmm. Wat je natuurlijk met mensen ook kan doen, zeg maar, als ik van de trap afval en er ligt een bepaald bloed voor op de trap, dan kan je ook zeggen, wauw, mooi. En dan is het ook kunst geworden. Dus zeg maar, op zich maakt het niet zoveel uit of het dan mooi is of niet, maar je kunt het verheffen tot kunst. Maar wat jij hier begon met de vraag, kan een computer of AI dan zien dat het kunst is? Kunnen zij het toedichten dat het kunst is? Ja. Maar we zeiden al, mensen die zijn er ook heel slecht in, of in ieder geval heel wispelturig in. Dat kan gewoon wisselen. Ja, absoluut. Ja. Dus misschien is dat ook niet echt een goede manier om dat te kwantificeren. Maar wat ik nog wel een laatste vraag vind, maar misschien kaap ik je al weg bij jouw werk, maar ik wil dan door naar de volgende eigenlijk, is... Was het de bedoeling om kunst te maken? Zeg maar de intentie ervan. Want dat is natuurlijk waar mensen zelf ook vaak toch wel een grens leggen. Ik heb ook nog een tijdje CKV gegeven bij mijn school. En dan waren we natuurlijk ook al een discussie over wat kunst is. En nu heb ik dat nog steeds met literatuur wel eens dan. En heel vaak zit daar toch wel een idee. Ja, maar als je het per ongeluk maakt. En we vinden het allemaal mooi. En we vinden het belangrijk. Dan telt het niet. Dus er moet wel zo'n intentie in zitten om kunst te maken. En dan kun je je afvragen. Kan een... computer ooit bedoeld kunst maken. Ja. Met de intentie om kunst te maken. Want dan is het weer niet spontaan, waar we het net over hadden. Ja. Maar goed, nou, laten we kijken of we dat kunnen verkennen aan de hand van mijn object dan. Ja, ja, goed. Ik wil praten over een kort verhaal van Kurt Vonnegut uit 1950. Het heet EpiCac. Dat is de naam van een briljante computer. Ik zal even kort het plot uitleggen. Het gaat over een man die vertelt, ja, jullie moeten misschien toch maar eens weten van EpiCac, want het is een van de staatsgeheim, maar ik vind eigenlijk dat iedereen mag weten. We hebben een hele grote computer gemaakt en dat was de best mogelijke computer die we konden maken, ontworpen door Dr. von Kleistad. En die heeft die was bedoeld voor het leger om alles te kunnen berekenen bij invasies en raketten en dingen en zo. Maar hij deed het lang niet zo goed als hij het zou moeten doen. Er was echt een soort teleurstelling over wat hij voor elkaar kreeg. En de verteller legt dan uit, ik werkte dan daar en het werkte dan als volgt. Je moet zeg maar cijfertjes intypen op een toetsenbord en dan komt er een streep met cijfertjes weer uit. En ja, ik was een keer een beetje ongelukkig, want ik was verliefd op iemand die daar ook werkte, Pat Kilgallen. En die, daar wilde ik mee trouwen en ik vroeg dat ook steeds. Ik was heus niet verlegen, maar ze weigerde gewoon, want ze vond me niet romantisch genoeg. Dus... Ja, een keer in een soort wanhopige bui had ik een soort kinderlijke code gemaakt van A is 1, B is 2 enzovoort. En toen had ik in nummertjes ingetypt en had ik ingevoerd in ding, wat moet ik nou doen met mijn meisje? En toen kwam er ineens uit de computer en het heet, wat bedoel je met meisje? En toen ging hij dus voor de lol een beetje zo daarin. En toen raakte hij aan de praat en toen vertelde hij dus, ja, ze wil niet met me trouwen, want ze wil graag een gedicht hebben. Wat is een gedicht? Dat hoefde ik ook niet te doen. Nou, is dit een gedicht? En toen kwam er een enorm gedicht uit. Alles werkte ineens beter. Dus de potentie van de computer was ineens vrij. Want hij schreef gedichten. Toen liet hij dat zien aan Pat. En die vond het helemaal geweldig. Dus die was helemaal zo... De citaat is... Her mind was mush. Na het lezen van het gedicht. Dus ze wil nog wel zo'n gedicht. En ze was helemaal verlegen. En toen hebben ze dan gezoend. En nou, hij vroeg om nog een gedicht. Kreeg hij nog een gedicht. En... Nou, dat was helemaal fijn. En toen zei hij helemaal blij van... Ja, ik heb nu wel snel een huwelijksaanzoek nodig. Wat is huwelijk? Wat is huwelijksaanzoek? Dan komt de plotwending. Want dan blijkt dat EpiCac dacht dat de romantiek was tussen hem en Pat. En niet tussen de verteller en Pat. Dus als het gaat om het huwelijksaanzoek... Dan zegt EpiCac ineens... Good, I'm ready anytime she is. En dan denkt de verteller, ik heb het verkeerd ingevoerd. Nee, dat kan niet. Nee, ze trouwt met mij. Waarom? Schrijf jij betere gedichten? Nee, maar ik ben een man. Is dat anders? Waar ben je van gemaakt dan? Ben je sterker dan ik? Nee. En hij worstelt echt een beetje om zich te onderscheiden. Ja, en men zegt, ja, nee, machines moeten gewoon doen wat mensen zeggen. Maar waarom dan? Wij zijn gemaakt van... protoplasma, dat is gewoon hoe het is. En dan zegt hij uiteindelijk, ja, waarom is dat zo, zegt de computer. En dan zegt hij, dat is het lot, fate. Ja. En dan gaat de computer heel lang op... En dan denkt hij, oké, dat is goed, ik zeg wel gewoon, wil je me betrouwen nu? Ja, dus ze zegt ja, maar alleen als je me elk jaar voor mijn verjaardag zo'n mooi gedicht geeft. Mm-hmm. Nou, dus zij trouwen en hij is helemaal blij. En de volgende, of ze hebben in ieder geval een fijne nacht. En de volgende ochtend
worden ze uit bed gebeld, want Apple Gag is geëxploiteerd. En hij loopt daar dus een beetje door het as van al die computers. En het is uit 1950, dus de computer is echt een heel gebouw natuurlijk. Een beetje zoals jouw hotel net. Hij loopt daar een beetje door al die ellenlange papieren te spitten. En op een gegeven moment leest hij een soort doodsverklaring, een zelfmoordverklaring. Die zal ik even voorlezen. I don't want to be a machine, and I don't want to think about war, Epicac had written after Pets and my lighthearted departed. I want to be made out of protoplasm and last forever, so Pet will love me. But fate has made me a machine. That is the only problem I cannot solve. That is the only problem I want to solve. I can't go on this way. Good luck, my friend. Treat our pet well. I am going to short-circuit myself out of your lives forever. You will find on the remainder of this tape a modest wedding present from your friend Epicac. En hij heeft dan inderdaad als cadeautje voor de verteller, heeft hij 500 gedichten geschreven. Zodat hij even vooruit kan. Hij heeft wat in de hand. dat is dus het plot. En de verteller die is natuurlijk echt heel erg gecharmeerd van Apple. Kijk, hij gebruikt allemaal woorden die hem verpersoonlijken vanaf het begin al. Dus er staat dan, he was a machine that, en tussen haakjes who. Ik wil wel vertellen hoe die werkt. Reason staat er dan tussen haakjes achter. Dus hij maakt hem echt een persoon. De verteller. Dat komt eigenlijk al een beetje overeen met wat jij net zei. Dat je maakt er een wezen van. Behalve dat in dit geval heeft hij ook echt een persoonlijkheid. Wat grappig genoeg al wordt aangewezen door het feit dat hij dus suboptimaal werkt. Ja. En dat hij ook zegt, hij wil niet aan oorlog denken. Hij doet, nou oké dan, want zo ben ik geprogrammeerd. Maar zodra hij poëzie mag schrijven, dan gaat hij echt aan. Alsof hij dus ook bepaalde talenten heeft. Ja, voorkeuren. Ja, precies. Ja. En dat in de eerste beschrijving van dat hij dus grillen heeft, dan gebruikt ze ook het woord, wat ik heb het opgeschreven. Oh ja, stammer. Hij werkt sluggish. Dus dat zijn ook echt alsof hij stottert en hij krijgt het niet helemaal uit. Het papier komt er niet lekker uit. Die quirky dingen waar je dan toch een soort van, affectie voor hebt. Ja, zo. Precies. Ja, en omdat hij dus zo'n goede relatie heeft, uiteindelijk dankzij hem zijn ze getrouwd, gebruikt hij ook de hele tijd woorden zoals noble, great, brilliant. Hij zegt zelfs op de eerste pagina, the best friend I ever had, God rest his soul. Dus hij geeft dan allemaal menselijke eigenschappen, natuurlijk zeker die ziel ook. En aan het einde zegt hij niets slechts over de doden. Ik zal hem altijd onthouden als een sportsman en een gentleman. Alsof ze dus hebben gewedijverd om Pet. Maar hij heeft dan wel gewonnen, maar zijn vriend heeft dan toch. Dus er zit echt een soort verpersoonlijking in. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de liefde die Epicac voelt voor Pet. Mm-hmm. Dat is echt een hele leuke twist. Zeg maar, de eerste keer dat het verhaal is echt... hij heeft natuurlijk maar één vrouw ontmoet, want alleen via de invoer van de verteller krijgt hij deze informatie. Hij kan zich ook niet voortplanten, dus het is meer gewoon het concept van liefde waar deze AI helemaal in opgaat. En die wil dus ook trouwen. En hoe meer die ook leert over poëzie en liefde, hoe meer die dat dus ook daarvoor kiest. En wat jij net zei over poëzie, maar begrijpt hij dat dan of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Maar er is geen enkele reden, in ieder geval in deze robot, of deze intelligentie, om met liefde bezig te zijn. Hij is ontworpen, er wordt natuurlijk helemaal niks gezegd in het korte verhaal over de codering specifiek, maar hij is puur ontworpen om te berekenen. En de reden dat hij dus liefde heeft, is gewoon puur een emotioneel, spiritueel iets. Alsof het ontstijgt uit die codering. Wat je ook best over mensen zou kunnen zeggen. Dat liefde ook alleen maar een soort restproduct is van voortplanting of zo. Daarna, als we het dan toch hebben over personificatie en mens maken en liefde, dan kom je natuurlijk bij het concept kunst, in dit geval dus poëzie. Hij schrijft verschillende soorten gedichten, hij schrijft heel veel gedichten. Ze zijn heel trefzeker, want zeg maar, als we kunst definiëren zoals ik deed in de intro, als communicatie tussen mensen, hij raakt Pet, want haar mind was mush. Dus, en zij valt voor hem, zeg maar, of dat voor degene die de gedichten maakt. Wel interessant misschien om de vraag te stellen of Pet ook ja zou hebben gezegd tegen de computer als ze wist dat hij het was. Want dan hebben we het weer over, moet er dan toch een menselijk aspect aan vastzitten of zo. Maar het is ook wel grappig, want hij is eigenlijk menselijker tot op zekere hoogte dan veel van de mensen.
De soldaten worden continu de brass genoemd. Als een soort van ja, het instituut, de militairen. De Pat wijst zijn huwelijksaanzoeken steeds af. Omdat ze zegt, ja, je bent gewoon een typische wiskundige. I could get more warmth out of a sack of frozen CO2. mensen zijn helemaal niet warm en emotioneel en lief. En als hij dan die gedichten leest, dan zegt hij ook, I'm no judge of such things. Dus de verteller, die weet minder van poëzie dan deze intelligentie. Hmm. Dus die, ja, dat zal wel werken. Maar het heeft invloed op de vrouw in het verhaal. Dus ja. Nou ja, dan werkt het toch. En daarom is ook zo die worsteling aan het einde zo typisch. Als ik moet bewijzen, nee, ze gaat met mij trouwen, niet met jou. Hmm. Waarom dan? Ja. Mm-hmm. Ja, protoplasma, roept hij dan maar wanhopig. overigens, op dat moment is Epicac ook echt aan het opscheppen. Dus als we het dan hebben over die quirky dingen van... the rhythm of his clicks was erratic, possibly peevish. Dus hij is van, wat nou, hoezo? Zijn jouw gedichten beter? En dan gaat hij opscheppen, gaat hij ook vragen, oké, hoeveel is... Ik zal even het precieze getal voorlezen voor mensen die het interessant vinden. 7.887.007 keer 4.345.985.897. Zeg dan. En nou, dat weet hij dus niet. En dan zegt hij daarna heel snel... Nou goed, ik ga het niet dat hele stel niet voorlezen. Maar goed. After a few seconds pause, he added, of course. Hij is een beetje aan het aftroeven, zeg maar. Mm, maar wel aan het aftroeven met iets wat heel erg computerig is. Ja, maar dat weet hij natuurlijk niet. Hij gaat zeg maar van, ja, maar waarom zou ze voor jou kiezen? Mm. En dan zegt hij dus, men are made out of protoplasm, I said desperately. Hoping to bluff him with an imposing word. Typisch weer menselijk. Maar goed, dan zegt hij toch, ja, wat is dat dan? Is it fireproof? How long does it last? Indestructible, it lasts forever, I lied. Dat is misschien een beetje vergelijkbaar met Her. Dat die computer waar de hoofdpersoon verliefd op wordt, die kan hem veel meer bieden wat hij wil, omdat het een computer is die responsen geeft op de input van de mens. Ja. Meer dan mensen, want die zijn veilbaarder of zo. Die hebben ook minder informatie dan die hele AI. Mm-hmm. Ja, en deze computer wordt dus ook gevoed met informatie over wat bijvoorbeeld liefde is of wat een meisje is door de mens. Ja. Op basis daarvan maakt hij een gedicht wat dus misschien wel juist moet aanslaan bij Pat, want het is speciaal voor haar gemaakt. Ja, maar hij weet heel weinig. Zeg maar, tenzij de mens dus er tussendoor is gekomen en het zelf niet goed geïnterpreteerd heeft. Wat aannemelijk is natuurlijk. Ja, maar dat is dus in dit geval wel heel erg goed gedaan. Ja. Dus, want het, eigenlijk zeg je, als hij niet die definities had ingevoerd, dan had hij niet dit gedicht teruggekregen. Maar hij geeft niet bijvoorbeeld dingen die Pat mooi zou vinden, of hij vertelt niet eerst alles over de romantiek of zo. Hij geeft heel summiere opdrachten, vertaald in die cijfercode, en dan komt er van alles uit. Hmm. Dus het is echt een soort transcendent aan wat die computer zelf is. Er zit echt een iets in wat die poëzie ook voortbrengt. Ja, en dat geeft dus ook een definitie van poëzie, dat als iets wat vanuit jouw innerlijk meer komt dan vanuit indrukken van buitenaf. Ja, want dat was, zeg maar, dat was mijn laatste stap als een soort van, er zit iets ongrijpbaars in die epicac. En dat heeft allemaal te maken met het woordje fate. Want dat is zeg maar de laatste hoop die de verteller dan heeft. Van oké, nou dan is het maar het lot. Weet je wel? Waarom is kunst door machines niet echte kunst? Ja, dat is gewoon zo. Zo zou het ons waarom daarom zo. Ja, precies. Ja. Het is gewoon niet hetzelfde. Dat kun je natuurlijk niet tegenspreken. Want ja, als je zegt het is gewoon zo omdat het zo is. Ja, oké. Epicac zegt ook 15.8 terug. Dat betekent... Oha, dus... Oh. Dat is alles wat ik kan zeggen. Maar juist op dat moment doet hij misschien wel het meest menselijke of zo. Want dan zegt hij dus, het heeft geen zin meer als een soort verdwaasde poëet. Stort hij zichzelf dan maar in het ongeluk. Maar ook wel weer voor zijn vriend, die hij blijkbaar heeft gemaakt in destijds. Heeft hem meegeven of zo. Maar daar zit dan juist in dat hij toch een soort keuze maakt. Ook al zit hij beperkt in een bepaald... kader. Ja. Machines were built to serve men is het verhaal, maar hij kiest ervoor om dat dus toch niet te doen. Wat ook weer zo'n, ja, dat heeft niemand hem verteld dat hij kan kiezen, maar dat stijgt eruit op of zo. Ja.
Dan komen we ook weer even terug bij die Facebook-referentie, want aan het einde is die computer dus kapot, dus iedereen is helemaal onthutst. Vooral die Dr. von Kleikstad. Hij heeft altijd van die Duitse evil villain mensen. Ja, mooi. Maar die loopt dan daar zo heen. Ah, het is vreselijk. En dan zegt hij... even kijken. Oh ja, er wordt gezegd dat zelfs die dokter begreep eigenlijk niet hoe die computer werkte. Dus hij heeft hem ontworpen en toen heeft hij hem aangezet en toen gebeurde er iets. Ja, maar ja, die code die gaat natuurlijk als dat gaat zelf leven op een gegeven moment. Dat is het idee, ja. Ja, precies. Ja. En zeker als je het hebt over zelflerende AI, zeg maar, dit is natuurlijk 1950, dus het is allemaal wat primitiever, maar het idee is natuurlijk, ik zet hem aan en dan gebeurt er van alles en dan kan ik het eigenlijk niet meer volgen. Ja, maar dat is ook de angst van iedereen natuurlijk. Dat er ineens een super AI komt die inderdaad zichzelf en andere computertjes allemaal kan gaan activeren en de wereld gaat overnemen. Zeg maar. Ja, oh, zo'n fascinerend idee. Want je weet dus niet wat uitkomt per definitie. Want ja. Maar in ieder geval, daarin zit dus een soort keuze of een soort intentie. Dus daarom wil ik zo graag naar hem toe. Dus, zeg maar, hij doet dit met een reden. Hij wil trouwen. Hij wil... pet hebben. Als dat niet lukt, dan wil hij sterven, maar hij wil ook zijn vriend nog helpen. Voor de eerste 500 jaar, want hij denkt dat hij natuurlijk voor altijd leeft, maar goed, hij sterft op een gegeven moment natuurlijk wel. Ja. Dus, maar er zit er toch een soort bewustzijn in van, ik wil iets doen, wat we niet kunnen verklaren, want het zit in die binnenwerking. Ik, voor mensen die dit niet kunnen zien, iedereen dus die luistert, ik wijs nu naar mijn buik. Als zeg maar, van iets van binnen waarvan we niet weten hoe het werkt, misschien is mijn hoofd dan beter of zo, maar iets in ons doet al die dingen. Dat kunnen we niet verklaren. Maar als we dan kunst maken... Je buik is juist handig. Het is je gut. Ja, dat is je gut. En haren, zouden we zeggen. Wij eigenlijk ook maar goed. Maar in ieder geval, zodra ik dan iets van kunst maak... of ik praat op een podcast over deze dingen... dan denken mensen... oh, misschien zie ik toch een beetje wat er in hem gebeurt. Of zo. Daarin zit dan dus, denk ik... in ieder geval een definitie van kunst. Die bij Epicac dus heel erg goed van toepassing is, volgens mij. Ja. Maar goed, ja, als we het dan op een lijstje zetten, dan kunnen we het dus nog steeds niet echt zetten. Maar ik denk in ieder geval dat we kunnen zeggen dat het argument, ja, het is nou eenmaal zo, of fate, dat is een beetje flauw. Ja, klopt. Zeg maar, het is nou eenmaal zo, is iets wat wij mensen hebben bepaald. Wij willen niet dat een computer kunst kan maken, of een technologie kunst kan maken, want dat betekent dat het ons kunstmakende eigenschap bedreigt of zo. Ja, wat heel vaak is geweest, hè? Lachen en gebruik van tools en praten en zo. Dus, ja. Dus ja. Wij maken kunst, Altered Carbon, Epicac, die speelt met het idee van, oh, straks nemen computers de kunst over of zelfs de menselijkheid over. Mm-hmm. En dat vinden wij een bedreigende eigenschap, omdat dat ons bedreigt in ons mens zijn. Ja. Dus daarom zeggen wij, het is zo, kunst kan niet gemaakt worden door technologie, omdat dat ons bedreigt en niet per se omdat het misschien niet mogelijk is. Ja, want dan is dus eigenlijk interessant. Nu wordt de vraag andersom. In plaats van kan technologie kunst maken, wordt de vraag eigenlijk, waarom zou je in godsnaam zeggen, waarom zou je, nou, godsnaam is een beetje ongelukkig in dit geval, waarom zou je in godsnaam zeggen dat alleen mensen kunst kunnen maken? Ja. Dat is eigenlijk dus de claim die we van tevoren per ongeluk hebben verdedigd of zo. Dat is, zeg maar, toen ik hier ook over ging nadenken als voorbereiding, van je hebt zoveel vragen die je veronderstelt of dingen die je veronderstelt als je deze vraag gaat beantwoorden. Dat, ja, het is echt heel ingewikkeld. Ja, leuk hè. Maar laten we het dan in zo'n lijstje zetten. Dus als we het hebben over, dan begin ik even bij mij, dan gaan we terugredenen. Ja. Dan zeg maar, fate is een beetje flauw. Dus ja, ik zeg wel, dat hebben we zelf bepaald. Dus dat klopt niet. Intentie, nou ja, zeg maar, zodra je niet meer precies kunt raden waarom een computer iets doet. Zou je dat dan intentie? Zou je dat dan intentie kunnen noemen? Dan doet het iets omdat er een reden voor is die wij niet kunnen lezen. Ja, is dat een intentie? Ja. Weet ik niet. Dat is ingewikkeld. Maar als een computer iets maakt... Want dat is ook nog een definitie van kunst. Dat het iets is wat niet nodig is. Weet je wel, dat art for art zeker idee. Ja, als het nuttig is, dan is het geen kunst. En als het niet nuttig is, dus je doet het in je vrije tijd of omdat je het leuk vindt, dan is het kunst. Dat kunnen computers nog niet, denk ik dan. Ja. Nou ja, maar dan kan je weer zeggen van Poe, die
die maakt zichzelf wel als Po, omdat hij dat leuk vindt of zo. Op een gegeven moment stijlt hij zijn hotel ook helemaal in Halloween, Dia de las Martas concoction. Ja. En dat is omdat hij dat leuk vindt. Ja, precies. Dat is niet nodig volgens de programmering. Maar nee, zeker nog alle mensen in het hotel vinden het verschrikkelijk dat hij dat doet. uiteraard. Ja. Oké. Dus nou, dan kunnen we die ook een soort van afvinken als, ja, daar zit het dan niet precies in dan. Of in ieder geval afhankelijk, als je een ingewikkelde, hoe noem je dat? Als je AI ingewikkeld genoeg is, dan kan dat ook gebeuren. Want dan zit er iets van... Toch een soort van toevalligheid en een dusdanige combinatie of cocktail van informatie dat daar iets spontaans tussen aanhalingstekens uit bestaat. Ja. Het is ook niet nodig dat het een ander mens is, want mensen bedelen alles menselijkheid toe. Dus dat je van intentie dat intern is naar meer dat externe gaat van de projectie van. Ja. Nou, en we zeiden nog, het hoeft niet mooi te zijn, het moet gewoon een reactie opwekken. En nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Het is niet zo dat we, want dan komen we eigenlijk weer uit bij het onderzoek waar je mee bezig bent, dan gaat het gewoon puur over reproductie. Het is niet zo dat het gaat om de vaardigheid van AI. Nee. AI kan prima Rembrandt kopiëren. Ja, waarschijnlijk veel beter dan dat een mens dat kan uiteindelijk. Ja. Precies. Dus daar gaat het ook niet om. Zeg maar. Of is het dan zo, want dat hoor ik ook nog wel eens van leerlingen, dat het een bepaalde bekwaamheid moet veronderstellen of zo. Dus leerlingen van mij vinden gedichten die heel complex zijn, saai, maar wel meer kunst dan als ik zomaar wat opschrijf. En dat is begrijpelijker. Want dat is, ja, dat doe jij gewoon even, zeg maar. Okay. En dat kan wel een emotionele impact hebben. Maar dat is dat hele idee van dat genie dat daar zo heel lang over heeft nagedacht. Ja, bedoel je dat, zeg maar? Of je hebt het geleerd. Je hebt achter hem door gaan zitten en je hebt heel veel gedichten geschreven. En toen uiteindelijk heb je je 1000 gedichten geschreven. Toen heb je zoveel vaardigheid. Maar dat is misschien juist zo'n vaardigheid als een computer die heel veel stoplichten heeft gezien, omdat mensen hebben gezegd, dit is een die stoplicht. Die heeft ook heel lang geleerd. En die heeft ook heel lang geleerd, wat is een stoplicht. Ja, gaat gewoon sneller. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, maar deze AI heeft 5 miljard voorbeelden gezien. Dan zal het wel goede kunst zijn. Ja, precies. Bijvoorbeeld, ja. Maar zo simpel is het dus nou ook weer niet, zeg maar. Nee. Dus eigenlijk alle vragen die je kan stellen bij de vraag, kan technologie kunst maken? Het ligt het niet simpel en kan je niet een eenduidig ja of nee antwoord geven. Er zijn veel te veel variabelen voor. Ja, net zoals in een complexe AI. Ja, precies. Ja, maar dan komen we dus wel tot de conclusie dat het in ieder geval niet... Zeg maar, wij hebben hier nu geen argument gevonden waarom het niet zou kunnen. Nee, zeker. Wij vinden eigenlijk alleen maar redenen waarom het wel zou moeten kunnen. Ja, de vraag is alleen... Zijn wij sterk genoeg in onze schoenen om te zeggen van AI mag kunst maken van ons? Ja, want dat is het vooral inderdaad. Van, zijn wij sterk genoeg om op die knop te drukken van ja, ga maar los, zeg maar. Kijk maar precies. Wat er gebeurt. Ja. Wat we bij mensen ook niet goed kunnen trouwens, hoor. Want we hebben ook allemaal regels en dingen voor natuurlijk. Want we hebben ook hokjes nodig om de wereld te kunnen begrijpen. Ja. Toen kwamen we bij podcast nummer 2 van deze dag. Ja, goed. Nee, laten we dan hier stoppen. Ik denk dat we zoals zo vaak erachter kwamen dat het onderwerp wat we hadden gekozen eigenlijk anders geformuleerd had moeten worden. Maar goed, daar hebben we dan wel een gesprek voor nodig. Dus eigenlijk ging deze podcast dus over waarom zou je... In vredesnaam beweren dat technologie geen kunst kan maken. Wij hebben geen reden gevonden, namelijk. Tot de conclusie zijn we gekomen aan de hand van ons object. Dus dat is ook mooi gelukt. Heb ik dan nog iets wat ik afsluitend wil zeggen? Heb jij al gekeken wat het volgende onderwerp is? Nee, dat is een mysterieus onderwerp. Ah, nou, dat is wel goed, want dan is het meteen al waarschijnlijker dat het kunstig wordt, want mensen moeten ernaar raden. In ieder geval, Islore, bedankt voor het gast zijn. Heel interessant. En voor iedereen thuis bedankt voor het luisteren. Als jullie willen reageren of iets willen zeggen over welk object je zou hebben gekozen voor dit onderwerp of dit thema, dan horen we dat graag. Leuk dat er een paar reacties binnenkomen. Dat vinden wij heel interessant. Ja. Oké, nou tot de volgende. Yes. Doei. Doei.